Yo mensen van GamingNL en welkom bij de volgende One Man Army episode. Ik weet niet wat ik hier allemaal aan het doen ben, maar het komt niet uit. Ik weet alleen niet waarom ik op zo weinig frames nu in één keer speel. Ik speel op 25 frames. Normaal gesproken gewoon steady 30. Dat maakt helemaal niet uit. Kijk hoe het zit met ons smeltpercentage. Valt mee. Kan beter. Maar het kan ook wel slechter. En ik weet ook al waarom ik zo'n lage frames had. Omdat ik Tekkit nog los had staan. Dat is de hoofdreden. En ik ga denk ik even wat stone eruit halen. Tudun. 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 Dankjewel voor je stone. Want dan gaan we eventjes verder met de volgende laag van de factory. Van de factory. Tuut, 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 tuut. Oh, als je tijdje op vakantie bent, dan krijg je me soms series die in één keer ziet. En denk van: what the fuck? Maar ja, maakt niet uit. 1, 2, 3 lagen normaal. Dus ook. Dus zo. Volgens mij moest ik daar nog een stuk. Ja, daar moest ik nog één stukje afmaken eerst. Voordat ik alles moet gaan maken. Dat was dat. Goed. Nu kom ik hier alleen nog niet meer aan op. Maar niet uit, zo wel. En dan gaan we lekker verder in onze 1.3.1 versie van Minecraft. Met het bouwen van onze mooie fabriek. Wat al best lang duurt. Maar wat ook helemaal niet uitmaakt. Want we doen gewoon alles voor de mooi. Denk ik. Nee, niet alles voor de mooi. Want dit hier binnen vind ik niet echt bepaald mooi. Maar vanaf de buitenkant mag het er wel mooi uitzien, een beetje. En ik wil hier wel een bewaker bij. Dus hier, ik plaats hier straks een Iron Golem. Ergens. Beneden. Ik heb toch iron genoeg. Als het goed is. Dat weet ik niet eens meer zeker. Ik heb dus niet genoeg stone. Gewoon genoeg cobblestone. Doen we even zo. De muren iets aangeven. De cobblestone randjes eigenlijk. En dan plaats ik pas hier zo al wel stenen. Want dan kan ik daar vanaf zaak mooi opbouwen. Hoef ik dat niet helemaal op het einde te gaan doen. Dat scheelt alweer. Wat een groot rondje, hè? Oh, lol, dus gravel. Nou, dan is dit nog kabbel. Ja. Oh, ik dacht er is hier een creeper op plofte. Oh. Of zo. Het was hier allemaal kapot ineens. Je dacht, oh ja, ik had niet genoeg. Zo, zo. Oké, ik ben een rondje met ontslag. Maar nu moeten er nog twee omhoog overal. Dat gaat me niet lukken. Oh, ik heb nog meer cobblestone. Oh, dat gaat me wel lukken. Makkelijk. Makkelijk. Moet dan wel even bedenken waar ik mijn trap ga maken en zo. En ik moet ook even bedenken dat als ik hier naar beneden val, dat ik pijn heb. En ik niet weet of ik nog het overleef. Dat nog wel. Dat nog wel. Ik denk als ik vanaf de top ga vallen, dan niet. De top wordt ongeveer zo hoog als dat ding. Als het niet hoger is. Dus ja. Overal waar ik het helemaal af heb, kan ik alvast zo'n laagje cobblestone overheen plaatsen. Oh. Daar heb ik alweer een heel stuk af. En dan kan ik misschien deze episode al wel beginnen aan de echte cactus farm. Ja, dat gaan we gewoon doen. Kan geen kwaad. Ik moet hiernaast nog een rij doen.
Anders dan maakt het mijn fabriek niet af. En dat moet echt in physics stijl zijn. En dat was op deze manier. Want het moet iets speciaals zijn. Het moet niet allemaal hetzelfde zijn als wat andere mensen bouwen. Een simpel vierkant fabriekje. Nee, ik wil gewoon in de hardcore mode ook iets speciaals hebben. Iets unieks. En dat is dit. Deze fabriek. Een hele grote... Oh. Een hele grote fabriek. Oh, er spawnen daar in één keer 4 zombies. Epicness. En ook shitness. Shitness. Holy, dat was kut. Ik plaats een beetje veel mis ineens. Maakt niet uit. Zo. Oké. Nu moet ik eigenlijk... Au. Deze trap even iets zo maken. Zo. Wat de hel. In één keer ook mijn geluid al tiegelijk hard aan het andere oortje. Het zal wel. Kijk hoeveel stoom we nu hebben. Want ik ben gewend aan de teken dat ik slash bed kan typen. Maar dat kan hier niet. Dit is iets meer legaal. Iets meer zonder plugins. Slash pl. Ik kan wel slash seed typen. Dan kunnen jullie de seed zien. Dit is de seed waar ik in zit. In mijn hardcore let's play. Min 4737198888. Dan weten jullie dat. Ik vond het een leuke feature. Ik denk dat moet ik ook even laten zien. Oh, hier moet ik straks wel bijna... Ja, hier moet ik wel genoeg stonen hebben voor die verdieping. Daarna moet ik eventjes dirt gaan halen. Dirt en sand. Dirt en sand. Dat wordt er wat, maar dat maakt niet uit. Dirt en sand, dat is niet zo heel moeilijk. Behalve dan dat ik hier amper geen sand heb. Voor de rest is het niet zo moeilijk. En ik vind het een best mooi hoog iets. Oh, creeper. Dus dat ik mijn diamond sword bij me heb. Ga eraf jij. Jij ook weg. Ik heb ze er wel 2 klappen dood, terwijl ze wel sterker zijn geworden met 50%. Meer HP, dat weet ik niet helemaal. Maar sterker. En ik denk dat ik straks te veel stone heb en te weinig cobblestone. Ik ben al door mijn cobblestone heen. En ik heb heel veel coal. Oh, ik heb wel dirt, dus ik kan er wel vast beginnen met de farm. Maar voor die tijd ga ik even naar mijn bedje toe. Want het is een beetje nacht. Ik kan ook weinig zien. Jullie zien weinig. Dus het is voor iedereen beter dat ik eventjes ga slapen. In het water. Auw. Ik moet het water even 2 diep maken. Dan kan ik vanaf hoogte erin vallen. Zo. Met mijn snelle en sterke pickaxe. Komt alles voor elkaar, jongens. En hier... Ja, ik hoor een zombie. Hier ga ik straks ook een rail neerleggen. Ik moet natuurlijk ook een minecart hebben, maar dat is geen probleem. No problemo. Dan zien jullie mijn sheet weer. Min 4737198888. Dus geen lange sheet eigenlijk. Helemaal geen lange sheet. Oh, verkeerde kant. Want ik ging mijn deur plaatsen. Waarop ik straks weer sand kan plaatsen. Waarop ik mijn cactus kan plaatsen. Ja. Ik heb wel meer dirt nodig van zo'n grote cactus farm. Maar oké. Okay. Het begin is er. Ik moet wel even iets hoger. Dus je moet altijd vanaf achter rekenen. Als we beginnen op deze hoogte. Nou, dan wil ik er natuurlijk iets eerder bij komen. Zo. Maar hier kan ik geen cactus plaatsen. Hier wel. Alle dirt kan ik straks gewoon weer ophalen beneden. En dit ga ik nou niet even afkrijgen. Want dit is echt best veel werk. Maar de eerste rij en de tweede rij, dat denk ik al wel. Moet wel even lukken. Jongens, ik ga wel even fast forward dit stuk, want dit is echt saai werkje. Tot zo.
Ja jongens, en dat was mijn dirt en dat was al een heel stuk van de cactus farm. Hierbovenop plaats ik sand, daarbovenop plaats ik de cactus en dan plaats ik over schuin zo. Woep, 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 ook allemaal dirt. Zodat het als het ware niet kan aangroeien, maar breekt en dan komt het dropje in het water. Het water brengt de drop naar beneden toe en dan komt het op onze plek waar wij al onze stuff kunnen ophalen. Dat was het idee van deze. Automatic cactus farm. Want hoe de dirt nu naar beneden valt. Ik zie nog geen dirt vallen. Maar hoe de dirt hier zo beneden is gekomen. Terecht is gekomen. Komt straks de cactus hier ook. Ik heb er alweer 25. Dus dat is een heel mooi. En Even kijken. We hebben volgens mij geen kobbel meer. Nou, dat wordt weer een fast forward binnenkort. Echt, we hebben heel veel stone zo voor nodig voor dit mooie gebouwtje van mij. We hebben kobbel. Nou, dan gaan we dat ding nog eventjes afmaken. Nog eventjes snel. De volgende episode ga ik denk ik de center opleggen plus een rails maken. Ja, rails is best duur. Maar niet uit. En dan vind ik het wel goed. Zeker voor deze episode. We hebben dit helemaal gedaan. En de derde laag erbij bovenop gebouwd. Dus ik vind dat we aardig wat hebben gedaan. Het is aardig opgeschoten deze episode. Bam bam. Oh ja. Binnenkort nog even die Ender Dragon Egg ophalen. Als trophy. Zet ik hem ergens neer. Gewoon voor de fun. Gewoon voor de mooi. En jongens. Ik ga jullie bedanken voor het kijken naar deze episode. En doe even een groen duimpje omhoog. Als je nog niet geabonneerd bent. Het knopje staat hierboven. En het is zonde om niet in te drukken. En voeg de video toe bij je favorieten. En dan zeg ik. Later. Amigas.